Eventjes dus. Bram en ik, we zijn inderdaad beide conditietrainer. Bram is van Diest. Ik zelf zit een beetje op TC Backend, maar vooral op TC Brugia, waar we echt conditie werken. En vandaag willen we dus een beetje meer meegeven omtrent dus, de conditie speelt en hoe dat we eigenlijk ervoor gaan zorgen dat we toch fun erin gaan betrekken, dat we op bepaalde zaken echt wel gaan werken en dat we zo onze conditietrainingen kwalitatief goed kunnen gaan opvullen om daar het maximale uit te halen. Even voor te schetsen hoe dat het verloop gaat zijn. We gaan eigenlijk een uur lang ook een conditietraining geven. We hebben de spelers deze keer van Diest mee. Dus de conditietraining zelf gaat heel de tijd doorgaan, terwijl dat er één van ons altijd met de presentatie zelf jullie extra informatie gaat meegeven en verder. Dus het is constant een wissel dat we gaan doen, zodat je alles kan mee hebben. Vandaar. Ook voor duidelijk te maken, de spelers hebben uiteraard een groot deel van de oefeningen al eens op voorhand gedaan, zodat we zoveel mogelijk kunnen meegeven. We starten met de basis, we bouwen lichtjes op, maar de laatste vorm hebben ze meestal nog niet gedaan, waardoor je gaat zien dat ze daar weer ergens tegen een muur lopen of ergens geprikkeld worden om toch uitgedaagd te zijn. Ergens dat in het achterhoofd houden, dat je dat niet allemaal in één les kan doen, wat we nu gaan doen. Maar we willen jullie uiteraard zoveel mogelijk meegeven. Oké, als we dan gaan kijken binnen de leeftijd waar we ons gaan bevinden, we zitten voor oranje-groen, gaan we meer werken daar op learning to train. Hiervoor hebben ze echt al veel fundamentals gehad. Ze hebben echt plezier gehad, wel bepaalde zaken aangeleerd. Maar nu willen we die stap wat verder zetten en wat sportspecifieker gaan, wat meer tennisgericht en stilletjes aan, meer drills in gamevorm erin steken, dat ze echt wel leren trainen ook. Als we dan kijken naar welke vaardigheden dat er belangrijk zijn op deze leeftijd, eventjes kort, is als we kijken naar onder 10 jaar, waarom onder 10? Bij de meisjes zitten ze al vanaf 12 jaar meer naar hun piek, terwijl bij de jongens iets later, dus nemen we onder 10. Dan is heel belangrijk coördinatie. Altijd interessant. Straks staat er nog bij wat daar allemaal bij hoort. Snelheid en reactie gaan we veel trainen. En lenigheid, bewegelijkheid gaan we ook integreren erin. Als we dan gaan naar plus 15 jaar, willen we eigenlijk een basis hebben gelegd daarvoor dat ze daarna echt aan kracht kunnen gaan werken. Dus bij deze leeftijd gaan we naar krachtcoördinatie, dat ze de juiste bewegingen gaan leren, om daarna echt wat meer belasting, wat meer kracht er gaan bij te betrekken. Snelheid en reactie blijft belangrijk. En dan gaan we meer naar uithouding. Pas vanaf die leeftijd is een cardiovasculair systeem volledig ontwikkeld. Dus kunnen we echt een lange duur eens er gaan bijsteken. Terwijl we op deze leeftijd prikkels gaan geven richting uithouding door meer interval. Even kort intensief, dan wat rustig. En zo iedere keer toch die prikkel geven. Dat is een beetje het verschil tussen de leeftijden. Zoals ik al zei, gaan we vanaf hier ook iets meer drills erin betrekken, maar zorg dat er altijd de link is met een game. Dat we, zoals ik het ook noem, gamification, dat je bepaalde drills op een leuke manier gaat aanbrengen, dat de spelers wel gemotiveerd blijven, want dat is nog altijd belangrijk op die leeftijd, en dat ze het graag doen, maar toch wel bepaalde zaken bijleren. Dan heb je het 4F-label, dat ze ergens hebben ontwikkeld binnen Tennis Vlaanderen. Dat is eigenlijk wat je in je achterhoofd moet houden als je oefeningen gaat geven of uitdenken om de oefening te doen. Dus je hebt 1, fun, daar blijf het bij. Het moet altijd plezierig zijn. Kinderen moeten er fun bij hebben. Fit wil zeggen, zorg ervoor dat alle spelers in beweging zijn. Tenzij als het echt met uithouding, dat je specifiek rustmoment er wilt inbrengen. Maar anders, zorg dat elke speler een taak heeft, bezig is en dat ze allemaal fit zijn. Fijn wil zeggen, bewaak de kwaliteit. Zorg voor afwerking. Vraag dat ook aan de spelers. Ja? Het is belangrijk dat ze vanaf nu leren, en learn to train, dat ze leren afwerken tot het einde, elke oefening goed proberen uit te voeren met de juiste aandacht. En als laatste, functioneel. Uiteraard willen we dat ze uiteindelijk de link kunnen gaan leggen naar het tennisveld, dat het functioneel is wat we gaan doen. En ook voor de spelers zelf, dat ze weten waarom dat ze iets doen. Geef dat ook mee. Geef de link met kijken als je die slag op tennisveld doet, of die beweging. Kijk, dat zijn we nu hier in de conditie aan het doen. Heel belangrijk voor de spelers. Dan hier ook nog herhaling door variatie.
belangrijk is, zoals ik zei, plezier. Dus voldoende variatie gaat ervoor zorgen dat de spelers gemotiveerd blijven. Toch willen we dat ze dezelfde zaken voldoende gaan doen, zodat ze succesbeleving hebben, dat ze het goed kunnen. Dus eigenlijk zorgen we ervoor dat het kader hetzelfde blijft. We gaan bijvoorbeeld, zoals straks, op de lunch werken, maar altijd in een andere vorm, zodat ze niet weten dat ze hetzelfde doen, maar toch werken we op dezelfde specifieke punten. Vandaar dus variatie en herhaling. Hier nog eens beschreven, zoals ik zei, welke zaken hoort daar nu precies bij? In de opleiding conditietrainer basis wordt daar dieper op ingaan, op elk aspect. Vandaag gaan we verschillende zaken daaruit halen, uitvoeren. Maar ik geef wel mee, als je een eigen conditietraining geeft, neem hier dan 2 zaken uit en ga daar wat op in. Je kan niet 4, 5 dingen in 1 conditietraining goed gaan uitwerken, tenzij dat ze het allemaal al eens gedaan hebben. Maar kies er iets uit, zorg dat je daar een opbouw in hebt, dat ze daarin vaardiger worden. Eventueel zelf voor een paar weken dat onderwerp en ga dan verder naar iets anders. Hoe kan je dat makkelijk onthouden? Dus we hebben enerzijds de coördinatie, zoals ik daarnet zei, dat is het bord. Daar gaan we werken op balans, op oriëntatie, raket- en balvaardigheid, ook dribbelvaardigheden horen daarbij, en dissociatie. Ja, de meeste dingen komen straks ook nog aan bod. Gaan we dan meer naar de fysiek van de atleet dat we willen, dan is het krachtcoördinatie, de juiste bewegingen, zoals ik daarnet zei. We hebben lenigheid, uithouding, snelheid en reactie. Dat zijn de zaken die bij de fysiek horen. Ondertussen zijn onze spelertjes hier heel goed bezig bij de opwarming. Dus hierin gaan we direct de lenigheid een deel in betrekken. Dat is de makkelijkste vorm om dat erin te gaan doen. Maar probeer dat ook af en toe tijdens de training zelf erin te steken. Ja. De opwarming zelf. Wat is nu eigenlijk het belang van een goede opwarming? Probeer dat ook mee te geven met de spelers. Uiteraard, hoofdfunctie is, we willen blessurepreventie. Zorg ervoor dat er oefeningen in zitten, dat hun spieren klaar zijn, dat je wat lenigheid doet, misschien wat specifiek voor de speler kan zijn, maar blessurepreventie. Daarbij betrokken dus verbetering van hun lenigheid, mobiliteit. Als ze vaak dezelfde oefeningen doen, dan ga je veel meer vooruitgang zien. Doordat het in een opwarming zit en we verplichten de spelers of we vragen toch om het elke keer voor een training te gaan doen, ga je veel sneller resultaat gaan halen. Ook leuk om mee te geven of belangrijk is, die opwarming, als ze daaraan beginnen, zorg ervoor dat ze direct de juiste mindset hebben. De mindset van een topper. Vaak zien wij de spelers wel een wedstrijd spelen, maar ook onze jongere spelers die zien niet wat ervoor gebeurt, de opwarming. Wat de toppers ook moeten doen om klaar te zijn voor een wedstrijd. Daarbij betrokken willen we direct dat ze de juiste focus hebben. Als ze iedere keer die opwarming, en ze weten dit is de start van de training, vraag direct de juiste kwaliteit, de juiste focus, dan zijn ze klaar voor daarna de tennistraining, de conditietraining, wat dan ook. Direct die juiste alertheid erbij. Dan, bouwstenen die wij willen meegeven voor een opwarming uit te werken, is belangrijk dat je een opbouw hebt in intensiteit. We werken vaak met een verkeerslicht. Je begint met rood. We gaan rustig, een beetje lenigheid doen. Een beetje coördinatie kan er al bij. Wat balans heb je gezien. Vanaf dan gaan we naar oranje. Kan je wat meer loopcoördinatie gaan doen. Dat de bewegingen erbij komen. Wat meer dynamische mobiliteit dan. Om dan uiteindelijk te gaan eindigen met ons groen licht. Dat we klaar zijn voor de training. Dan gaan we naar sprongen werpen. Werken, iets meer beweging erin te betrekken. Strakjes op het einde gaat ook echt een spurtje erbij zetten. Eventjes die explosiviteit er ook in betrekken. Dus die opbouw is wel belangrijk. Zoals ik ook al zei, verwacht kwaliteit van die opwarming. Je zal zien, als een opwarming nieuw is, de eerste 2, 3 weken zijn de spelers ermee bezig. Vanaf dan is het belangrijk dat die kwaliteit bewaakt wordt. En dat gaat ook alleen maar als heel de club of heel het team eraan gaat werken. Dus ik denk, Diest is op deze moment een heel mooi voorbeeld hoe zij een opwarming uitwerken. Ze zorgen ervoor dat alle spelers de opwarming meekrijgen. Alle ouders zijn daar ook van op de hoogte. Alle trainers staan erachter. Zowel voor recreanten als competitiespelers wordt er een gezamenlijke opwarming voor iedereen gedaan. Dus zorg ervoor dat het leeft ook binnen de club. Alles erachter en dan ga je zien. Opbouw daarvan is niet zo gemakkelijk, maar eenmaal als het in de club zit, ga je er echt wel veel profijt uit halen.
Dan de link naar tennis. Probeer in een opwarming direct een bal te betrekken. De tennisraket. Bepaalde tennisbewegingen. Dat ze direct het gevoel hebben, oké, dit hoort ook bij het tennissen. Heel belangrijk voor de spelers voornamelijk ook. En als laatste die variatie ook. Bij diest gaan ze bijvoorbeeld in de winter in de periode 1, periode 2 een andere opwarming doen. In de zomer dan ook weer één. Wilt niet zeggen dat dat overal moet, maar zie misschien dat je op zijn minst wel één voor de winter hebt, één voor de zomer. Ook niet allemaal andere oefening. Het is goed dat er iets terugkomt, maar voor de spelers zorgt dat weer voor een nieuwe prikkeling. Ook qua variatie voor competitiespelers en recreanten. We hebben de basiszelfde opwarming, maar dan net een beetje moeilijker voor degene die wat meer uren spelen. Maar iedereen heeft wel het gevoel, we doen dezelfde opwarming, we zijn gelijk, met lichte variatie maar in. Trouwens, bij de... Ons explosief gedeelte direct. Bij de presentatie zelf, we gaan geen enkel filmpje vandaag afspelen, maar de presentatie staat vol met beeldmateriaal nog, dat jullie dan thuis zelf nog kunnen zien, om jullie zoveel mogelijk ideeën te geven. Hier bijvoorbeeld de opwarming van Diest volledig, dat je kan vinden, en opwarming van Brugia, voor eens ideeën uit te halen. Ondertussen zijn we hier bijna bij het einde van onze opwarming. Wat is er ondertussen allemaal ingekomen? We hebben dynamische stretching gehad, mobiliteit, coördinatie kan erbij zitten, looptechniek zit erbij. Probeer ook al eens rotaties erin betrekken, want dat is iets dat vaak vergeten wordt en heel belangrijk in tennis is. Belangrijke vind ik zelf, persoonlijk, is ook sprongen en stabiliseren. Ja? Heel vaak wordt dat vergeten en dat zorgt enerzijds voor blessurepreventie, maar ook voor wat meer gevoel van evenwicht. Dus heel veel sprongen dat ze echt direct moeten kunnen stilstaan, is belangrijk. Dat ze juist leren die knie buigen, dat die niet naar binnen gaat klikken. Als je dat in de opwarmingen betrekt, en ze gaan het vaak doen, is dat iets dat je direct kan meegeven. En dan, zoals ze bezig zijn op het einde, zorg voor wat versnellingen, afremmen er ook bij. Niet alleen spurten en uitloop, maar remmen, terug weg. Dat ze direct daarvoor klaar zijn. Hup, hup, hup. Awesome. Zijn ze goed warm, Bram? Oké, goed. Een volgend deel waar we naartoe gaan, is dissociatie binnen ladderdrills. Je ziet dus dat we bijvoorbeeld twee ladders hebben klaargelegd. Simpelweg, we zijn met vier. Dus we zeggen dat je het makkelijk kan maken door telkens 2-2 te gaan werken. Heb je nu een grote groep, is het altijd een aanrader om meer dan één ladder te gebruiken. Simpelweg omwille van de reden, gebruik je één ladder en je hebt bijvoorbeeld een groep van 8-10 spelers, dan heb je te veel ophoud in je training. En dat is wat je net niet wil. Dus beschik je over voldoende ladders, gebruik ze gerust. Maar je kan, als bijvoorbeeld de club maar één ladder heeft, altijd nog wel een oefening ernaast voorzien. Ja, zodanig dat ze continu bezig zijn en dat ze niet te veel ophoud hebben bij een ladderdrill. Nu, hoe ga je nu eigenlijk te werk gaan binnen ladderdrills? Start altijd met oefeningen dat ze eerst kunnen. Bijvoorbeeld, je ziet nu dat de spelers deze oefening vrij vlot kunnen, dat ze die op snelheid kunnen. Puur omwille van de reden, oké, de spelers hebben nu een succeservaring. De oefening lukt, zijn van, oké, ja, ik ben er goed mee bezig. Nu, als conditietrainer is het dan net uw taak om de classics, zoals deze, te gaan doorbreken. Ja, bijvoorbeeld, Nick gaat nu al een andere oefening geven, om te kijken, kunnen ze die nog even snel? Kunnen ze die nog snel? Des te beter. Maar dan ga je verder opnieuw moeten gaan zoeken naar een volgende prikkel. Ja? Want je wilt tenslotte de hersenen gaan activeren. Je wil ergens een moment dat ze moeten gaan nadenken over hoe ze coördinatief te werk moeten gaan. Nu, bij ladderdrills is het belangrijk dat je niet alleen gaat werken bijvoorbeeld binnen snelheid, maar dat je ook andere coördinatieve vaardigheden gaat integreren. Bijvoorbeeld bordschema, balans, oriëntatie, raket- en balvaardigheid, dissociatie. Integreer dat er maar bij. Bijvoorbeeld hier, spelers die gaan nu achterwaarts door de ladder. Voor hen is dat een moeilijkere manier van oriëntatie. Dus zij kennen de makkelijke versie, gewoon voorwaarts. Maar nu moeten ze achterwaarts. Dat is wat moeilijker voor hen. Dus nu zijn we ze dan aan het prikkelen. En dat is wat we dan net willen bereiken. Werk buiten de comfortzone van de spelers. Ja, dus hou het niet te makkelijk voor hen.
maar laat hen echt maar triggeren naar een uitdaging. Dat is wat ze ook graag willen, daar worden ze tenslotte beter van. Nu, je kan horizontaal en verticaal gaan differentiëren. Wat houdt dat nu juist in? Horizontaal differentiëren is dat je binnen dezelfde oefeningen gaat werken, maar steeds in een andere context. Bijvoorbeeld, ze werken nog steeds met twee steunen, telkens in en uit de ladder. Maar verticale differentiatie, dat is bijvoorbeeld dat je binnen eenzelfde oefening steeds een nieuwe variatie gaat voorzien. Bijvoorbeeld, je start vanuit een oefening waarbij ze zijwaarts door de ladder moeten gaan, maar je gaat ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld een 1.1 hebt, een 1.2, dat ze diezelfde oefening kunnen doen, maar met een balletje erbij, of een 1.3. Ja, dus dat maakt het u ook makkelijk als conditietrainer om vanuit één oefening verschillende variaties te voorzien. Dan hoef je niet steeds een nieuwe opdracht te verzinnen, maar dan kan je vanuit één setting daar steeds op verder bouwen. Dus Nick gaat hier nu gebruik maken van een tennisbal. Meestal gaan spelers denken, oei, dit is het moment waarop het moeilijk gaat worden. Waarom? De benen die gaan nu iets heel verschillend doen dan van wat de armen moeten doen. Bijvoorbeeld de benen die gaan hier snel te werk nog willen gaan, maar de armen die moeten ineens traag te werk gaan. Dus de lichaamsdelen die bewegen hier ongelijk. Dus benen en armen die hebben beiden een ander tempo. Bijvoorbeeld de benen die bewegen laag en snel, maar de armen die bewegen groot door een balletje door te geven. Voor een speler is dat echt al nadenken van, oké, dit is toch wel de next challenge. Nu, als je binnen dissociatie gaat werken, bijvoorbeeld door een bal erbij integreren, varieer in tempo. Ja? Spelers hebben dit nu geoefend, bijvoorbeeld zoals Max hier. Max is een handige speler, dus die kan wel die oefening snel uitvoeren. Maar ik weet, toen ik bij hem bijvoorbeeld op de club die oefening aan het doen was, ja, in het begin ging dat ook veel te snel voor hem. Dus vraag dan gerust aan hem, oké, Max, doe die oefening eerst traag, dat je het ritme eerst kent. En vanaf dan kan je daarop verder gaan bouwen en dan is het ook veel makkelijker voor die speler om dat dan uiteindelijk toch ook te kunnen. Ja, dus dat is waar wat Nick zegt. Bijvoorbeeld, het wordt moeilijker, maar dan weet je dat je de spelers aan het prikkelen bent en dat is waar ze uiteindelijk ook beter van gaan worden. Maak het niet te makkelijk voor hen, in het begin wel, voor die vroege succeservaring, maar ga gerust op zoek naar uitdagingen, waardoor dat ze echt moeten gaan nadenken van oké, dit is wel de next challenge, moeilijkere stap, dat wil ik wel kunnen. En dan zijn de spelers er ook mee bezig. Voilà. Dus een andere coördinatieve vaardigheid dat nu gebruikt wordt, is bijvoorbeeld balans. Ja, de spelers worden weer door de ladder getrokken, maar als ze eruit komen, moeten ze een sprong maken waarbij dat ze moeten gaan balanceren. Dus opnieuw, makkelijk om een andere coördinatieve vaardigheid te gaan integreren. Nu, opbouwend, zoals ik al zei, ga met de basics, de classics, starten. Eenvoudig starten voor een early win situatie. Nu, wat bedoelen we met een early win situatie? Met die vroege succeservaring gaan ze één al veel beleving hebben, maar wordt het ook makkelijker als trainer om naar volgende oefeningen te gaan. Om volgende variaties te voorzien, omdat ze vanuit een vroege succeservaring komen. De spelers zijn gemotiveerd, dus willen die volgende uitdaging ook aangaan. Varieer in tempo. Doe niet alle oefeningen heel snel. Je hebt bijvoorbeeld 10 minuten een ladderdrill. Doe niet elke oefening puur op snelheid, maar doe één oefening snel, de andere traag, ene makkelijk, andere moeilijk. Moeilijkheidsgraad benen, net hetzelfde. Laat de benen niet altijd snel en hoog zitten, maar laat ze ook eens laag zitten en misschien iets trager. Ja, dus maak de benen ook wat zwaarder binnen een ladderdrill. Integreer de armen, bijvoorbeeld met die dissociatie dat we hadden gezien. Ja, dat ze het balletje over het hoofd moesten doorgeven, rond de buik. En gebruik extra materiaal. Bijvoorbeeld, wij hebben nu gebruik gemaakt van een tennisbal. Dat kan ook een grote bal zijn, dat kan een basketbal zijn. Dat kan een horde zijn waarbij dat ze door de ladder moeten, nadien over een horde moeten springen. Kan van alles zijn. Ja. Bijvoorbeeld hier op de foto, dat is een foto uit een training van Nick, had een speler een ballon gebruikt.
Ja, voeten die zijn daar snel aan het werken, maar de ballon die vertraagt heel het deel. Ja, dus die ballon die werd dan de hele tijd in leven gehouden. Dus zoals je ziet, je kan heel veel doen binnen een ladderdrill, waardoor het niet saai blijft, maar dat je het eigenlijk wel heel leuk kan maken voor de spelers. Voilà. Wat ik nu ga doen, is na de ladderdrill een leuke variatie erop voorzien. Bijvoorbeeld, de spelers die zijn door de ladder een opdracht aan het doen, maar wanneer ze bijvoorbeeld die ladderdrill klaar hebben, doen ze nadien een andere oefening langs opzij. Stel dat je een grote groep van 12 hebt, wat al makkelijk kan voorvallen binnen conditie, dan is dit eigenlijk de perfecte manier om heel de groep draaiende te houden. Dus ze doen een ladderdrill, maar hiernaast ben je dan bijvoorbeeld iets rond mobiliteit bezig. Ja, spelers worden bijvoorbeeld hier leniger van, ja, de core wordt hier ook gebruikt, dus maak er dan ook gebruik van. En dan terug naar voren. Dus, vandaar, 1, 2, 3 en steek nog naar voren. 1, 2, 3 en steek hoog. 1, 2, 3. Dus ik hoor nu bijvoorbeeld tijdens niks een uitleg, hoor ik Max hier al zeggen, oh, amai. Dus dan weet je echt dat je de speler aan het trigger bent, hem aan het uitdagen bent. Nu, opnieuw ga ik benadrukken, dat zijn oefeningen die de spelers al meerdere malen hebben geoefend. Ga je deze uiteindelijke vorm binnen één training kunnen bereiken, puur op deze snelheid, dat zou moeilijk zijn. Ja, dus bouw dat eigenlijk op. Wij hebben dat ook gedaan. Daar zit een weekschema, een aantal weken in, waardoor die spelers eigenlijk progressie gaan maken. Ja, en dan kan je zien dat die uiteindelijke vorm die je wilt bereiken, dat die dan wel vlotter kan gaan. Nu, wat heel belangrijk is, en de spelers weten dat ook, stel nu dat ze een fout maken binnen een ladderdrill, laat ze dan nooit opnieuw starten aan het begin van de ladder. Puur omwille van de link naar tennis, stel nu dat je een wedstrijd aan het spelen bent en je speelt een bal met de kader en die bal valt nog binnen, dan ga je als speler ook nooit zeggen, oh nee, ik heb die met mijn kader geraakt, ik wil dat punt stoppen. Nee, je speelt dan ook verder. Dus leer die spelers dat dan ook, van oké, ik heb een fout gemaakt, oké, ik ga gewoon verder. Ze moeten maar naar een oplossing zoeken. Ja. Zeker ook een aanrader, werk je met spelers van bijvoorbeeld deze leeftijd, nu deze 9, hou dan ook veel onderwijs-leergesprek met hen. Dat ze echt leren om te trainen, maar dat je hen ook bewust maakt van hoe dat je bepaalde elementen binnen conditie kan meenemen naar een tennistraining. Ja, dus maak je hen coördinatief sterker, maar ook met de hersenen wat sterker, zodat ze als speler slimmer worden. Lekker. Nu gaan we over naar een deeltje snelheid. Ook hier ga je weer zien, ons hoofdaspect is snelheid. Daar gaan we mee bezig zijn, maar er gaan ook andere zaken aan bod komen. Als we nu kijken naar snelheid, wat is daar belangrijk bij? Sowieso bij snelheid is reactie ook een belangrijk aspect. Reactie binnen tennis is nu eenmaal iets waar het mee start. Vanuit die eerste reactie ook die explosieve beweging. Vandaar, hup, direct weg kunnen. Daar gaat het mee starten. Belangrijk aan ook is wendbaarheid. Zorg ervoor dat spelers in de verschillende richtingen kunnen bewegen. Dat ze klaar zijn om direct af te remmen, direct door te gaan. Overal naartoe, juiste benenspel. Vandaar ook dus versnellen en afremmen is belangrijk. En die veranderingen van richting.
Denk straks ook, is er een sessie over benenspel. Daar wordt heel veel gewerkt met die FitLights of Let's React. Het zijn ongeveer voorbeelden daarvan. Dat is natuurlijk heel goed om daar wendbaarheid, reactie mee te trainen. Dat is natuurlijk ook niet overal haalbaar. Wat ga ik dan doen om daar toch ook eens in mijn trainingen te betrekken? Ik heb bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie gemaakt waar dat er gewoon bollen oplichten om de zoveel tijd. Ik zet mijn laptop daar neer, ik zet potjes met de juiste kleurtjes en ze moeten daar ook die reactie en de juiste verplaatsing hebben. Zo kan je toch ook zoiets iets in je training betrekken zonder dat je de grote kost hebt van de lichten dan, maar leuk om te doen, goed voor reactie, wendbaarheid, richtingsveranderingen. Als we met snelheid gaan werken, is het belangrijk dat het bewegingen zijn dat de spelers wel al vaardig genoeg in zijn. Ja, dat we echt op snelheid ermee kunnen werken. De ladderoefening dat we daarnet hebben gezien, bijvoorbeeld de oefeningen die ze wel konden, voet in en uit of die over, kan je eventueel gebruiken als snelheid ook. Die kunnen ze snel uitvoeren zonder daar nog heel bewust mee bezig te zijn. Ga ik weer werken met dissociatie erbij. Op deze moment is dat nog geen snelheid. Het kan wel zijn, als ze dat om de duur goed kunnen, dat je dat er ook in gaat betrekken. Dus vandaar, zorg dat je oefeningen kiest die makkelijk genoeg zijn of die ze goed voldoende kennen. Ja, bijvoorbeeld als je nu gaat werken met een puntsysteem, zorg voor eenvoudige puntpools, bijvoorbeeld dekseltjes, degene die we vaak samen weggooien, eentje meestal investeert in de bal. Maar dit is bijvoorbeeld een handige puntpool, wat bijvoorbeeld te makkelijk te gebruiken is, zeker ook bij kids. Ah, dekseltje, oké, eenvoudige puntpool. Zoals we hier nu ook gaan zien, dit is eigenlijk voornamelijk een drill dat we eerst gaan doen. We laten ze hun voeten gebruiken. We zorgen wel dat er een fun aspect aanwezig is door competitievorm, door nog eens eventjes de hoepel over hun hoofd te trekken, ergens nog een voet in te zetten. Maar we zijn hier iets meer met de drill bezig, terwijl we straks dan gaan overgaan naar echt een spelvorm. Wat is altijd belangrijk dan, is dat je kiest wat je aandachtspunt is. Dus de focus blijft, als je kiest voor snelheid, op snelle beentjes, korte contacten, snel terug afduwen. Hup. Altijd belangrijk. Van daaruit gaan we straks zien dat we ook andere elementen gaan betrekken in ons snelheidsaspect. Bewaak kwaliteit. Ja, er zijn bepaalde zaken, gelijk hier, zorg ervoor dat je door je materiaal de kwaliteit ook een beetje verwacht. Hier moeten ze het balletje eerst gaan neerleggen, dus ze moeten goed afremmen, goed plaatsen. Als het niet is, ja, mogen ze ook niet verder gaan. Met kegeltjes is het weer iets moeilijker, daar gaat het balletje makkelijker afvallen. Dus zo'n zaken daar ook, voet moet in de hoepel om dan af te duwen. Daar moeten ze toch fijner gaan werken. Hoe kleiner dat vakje is, hoe preciezer dat ze hun voet gaan moeten zetten. Hier kan je ook weer zeggen, oké, ze zijn aan het oefenen, volgende keer wil ik dat je geen kegeltje raakt. Wie een kegeltje raakt, terug opnieuw. Dan ga je ook weer kwaliteit verwachten, zonder dit eventueel elke keer te moeten zeggen. Hup, kom maar. Zie je direct, belangrijk, hè, dat punten. Wat is belangrijk ook, is dat je... Dus, zoals ik hier zei, om het fun te maken, bepaalde zaken erin gaat betrekken. Is het een puntensysteem? Vinden kinderen altijd leuk. Moet niet altijd tegen elkaar zijn. Kan ook eens tegen de trainer zijn. Binnen tijd zoveel punten kunnen scoren. Beetje tijdsdruk erbij zetten. Ja, door gewoon competitie te doen, ga je zien dat ze spelers misschien sneller fouten gaan maken, dat die tijdsdruk direct iets gaat doen. Dus ook dan weer... En zorg ervoor dat je altijd gaat zien dat de oefening
voldoende uitdaging geeft, maar toch haalbaar is. Ja? Dit moment, doordat het gewoon puntensysteem is, is het al voldoende uitdaging voor hun om gemotiveerd te zijn. Ben je met andere dingen bezig, kan je soms ook zien, als het een wedstrijdje is en het is altijd dezelfde die wint, ja, is dat voor de motivatie van beide misschien iets minder. De ene denkt, oh, ik wil wat meer uitdaging, de ander verliest altijd. Wat ik dan doe is, oké, als je 3 keer hebt gewonnen, dan moet je starten vanaf dat streepje bijvoorbeeld. Dus het is hetzelfde vorm nog, maar door te zeggen, oké, vanaf 3 keer winnen, dan voelt die speler zich, oké, yes, ik mag wat verder, maar dan ga je het weer gelijk maken met de andere spelers, waardoor dat de competitievorm misschien weer gelijk opgaand is. Vanaf dat hij eventueel zou verliezen, kan je hem wel terug streepje naar voren laten gaan. Dus zo een beetje variëren per speler ook. Zorg voor een andere vorm, dat iedereen op zijn niveau voldoende uitgedaagd is, maar toch met hetzelfde bezig is. Het gevoel dat je de spelers uiteindelijk gaat moeten geven, is dus van, hier ben ik klaar voor, dit wil ik gaan doen en ik wil het goed gaan doen. Nu gaan we over naar onze spelvorm meer, zodat je kan zien, we gaan de snelheid nog altijd in betrekken, komen andere zaken aan bod. Op dit moment is het een beetje krachtcoördinatie, de juiste plankhouding. Hier gaan we dan ook niet te veel feedback op geven, want we zijn vooral met snelheid bezig. Probeer iets te zoeken dat ze toch de juiste uitvoering hebben, zonder hier de hele tijd op bezig te zijn. Wisselen, gaat wisselen. Oh, wacht, achter de beste lijn. Gaat wisselen, hier ook nog wel. Dus kom daar, voilà, goed. Hier kunnen we wisselen. Voilà. Dus hier is het ook belangrijk als je met zo'n spelvorm erin gaat betrekken, laat de spelers het eerst oefenen. Zorg dat ze het gevoel hebben dat ze het eerst kunnen, vooraleer dat je echt in wedstrijdvorm het gaat doen. Altijd die succeservaring eerst en dan ga je zien ook. Ja, hier ook, zoals het is gezegd, zoek materialen om toch de juiste vorm uit te lokken. Ja, het is 1 keer gezegd, probeer die poep hoog. Uiteraard gaan de spelers zelf ook oplossingen zoeken. Als zij er iedere keer tegen botst, gaan ze zoeken, ah ja, misschien moet ik toch wat hoger. Hier ook kan je om de duur zeggen, oké, de spelers in het midden, die moeten niet stilstaan, maar die mogen mee bewegen. Dat ze ook direct leren kruipen in de juiste houding en op het juiste moment toch weer opspannen. Dat ze elkaar een beetje kunnen helpen. Voilà. Even qua organisatie. De meesten weten dit allemaal wel, maar je kan dus verschillende organisatievormen gebruiken en probeer dit ook te doen in de conditietraining. Dat het niet altijd hetzelfde is. Laat ze eens alleen iets oefenen. Een bepaalde drill dat ze echt op hunzelf eens iets juist kunnen doen. Bijvoorbeeld. De ladderdrills was hier een voorbeeld van. Laat ze eens 1 tegen 1 werken. Of iedereen tegen elkaar. Iedereen een eigen oefening met 5 of 6 tegelijk. We zeggen stop na een tijd. We gaan eens zien wie dat er de meeste punten heeft gescoord. Partneroefeningen, zoals hier. Werk per 2, kan ook per 3 tegen elkaar. Zorg dat ze samen moeten werken. Dus hier is het ofwel precies rollen, ofwel kan Bram zeggen, oké, hier ook weer. We gaan kunnen kruipen. Hup, hup, hup. Ah. Dit is weer het snelheidsaspect dat ze dan weer gaan moeten hebben. Ah ja, ik heb gerold en ik moet daarna snel weg. Zoals ik al zei, je kan ook in groepen werken. Je kan in groepen tegen elkaar als je echt met grote aantallen zit. Of je kan in groep tegen de tijd werken. Dat is iets dat ik ook vaak doe. Jullie hebben nu nog 5 minuten. Jullie moeten samen als groep zoveel punten scoren, zodat iedereen kan meewerken. De vaardige spelers die kunnen misschien wat meer punten scoren voor de ploeg, maar elk puntje telt. Dus degene die ook 1 of 2 punten scoren, die gaan ook bijdragen voor het totale aspect waar ze allemaal samen aan werken. Zijn
passen. Dus duidelijk de spelregels ook altijd afbakenen. Kinderen zijn heel inventief om achterpoortjes te zoeken, om toch sneller te zijn dan de ander, dus baken alles juist af. Ja, ook tijdens de oefening geen probleem om iets te gaan aanpassen op die moment. Dus hier duidelijk, moet door de benen en door de armen. Moet gestopt worden tussen streepje en de kegel. Dus als je dan streepje slecht, gaat het nog beter zien. Altijd alles duidelijk afbaken. Ook een einde van een spel is interessant. Als je iets doet, zorg dat het einde is dat ze bijvoorbeeld allemaal samen en de kegel omhoog steken. Dat ze duidelijk weten, ik moet het afwerken tot het laatste moment. Laatste organisatievorm die ook wel interessant is, is een zandloperprincipe. Wat is dat precies? Dat is dat bijvoorbeeld één speler de tijd bepaalt. Ik laat die een ladderoefening doen of een bepaalde opdracht. Die persoon moet dit zoveel keer, bijvoorbeeld 5 keer uitvoeren. Op die moment kunnen andere spelers ondertussen punten verdienen. Vanaf dat de zandloper zijn opdracht heeft gedaan, roept hij stop. Heb de andere zoveel punten verdiend, schuiven we eens door, dan zien we hoeveel punten dat er verdiend zijn. Zo kan je een coördinatieoefening, wat het puntensysteem is, met een snelheidsoefening, wat de zandloper bijvoorbeeld is, met elkaar combineren. En heeft iedereen weer een eigen opdracht om mee bezig te zijn. Goed, een volgend deel dat wij gaan behandelen is krachtcoördinatie. Specifiek naar lunch toe. Dus Nick gaat nu zo dadelijk met de spelers een aantal oefeningen doen rond lunch. Nu, zelfs al zijn deze spelers 9, je kan altijd krachtcoördinatie gaan integreren. Wil dat zeggen dat je vandaag of morgen gaat zeggen, oké, mannen, wij gaan nu naar de fitness en we gaan met halters beginnen werken, we gaan met gewichten beginnen werken. Nee, ze moeten tenslotte nog groeien. Dus wat is dan eigenlijk de tip die wij jullie meegeven? Laat ze werken met hun eigen lichaamsgewicht, waardoor ze toch specifiek rond kracht aan het werken zijn. Ja. Binnen krachtcoördinatie, wat is daar nu juist belangrijk? Eerst en vooral de benen, ja, bijvoorbeeld een squat of een lunge. Nu, als trainer is het belangrijk dat je, zeker bij krachtcoördinatie, als je nu gaat werken rond een squat of rond een lunge, dat je steeds gaat letten op de juiste techniek. Bijvoorbeeld, wat wil je zien bij een squat? Ah, rug recht houden. Ja, je wilt niet een speler die zo gaat squatten, nee. Rug moet recht. Wat het makkelijker maakt om hen die juiste techniek aan te leren, is door ze bijvoorbeeld met hun rug eerst tegen een muur te gaan laten zitten. Dan weten ze van, oké, mijn bovenlichaam is hier recht, mijn rug ook, dan ben ik in staat om die goede squat uit te voeren. Ja, wat wil je nu nog zien bij een squat? Bijvoorbeeld dat ze hun poep naar achter brengen. Ja, dit is niet voldoende, maar ze moeten hun poep naar achter brengen. En ook het bovenbeen horizontaal brengen. Dat ze eigenlijk een hoek van 90 graden maken ter hoogte van de knie. Stel nu dat je toch ziet aan een speler, oké, die gaat squatten, maar de tenen komen van de grond. Maak die speler daar gerust bewust van, oké, tenen moeten plat op de grond en steek je poep wat meer naar achter. Ja, dat je zeker met 2 voeten op de grond blijft. Voor wat Nick hier nu gaat doen, specifiek rond de lunge, ja, hij gaat nu vragen aan de spelers om steeds hun voet zo ver mogelijk uit te zetten dat hun knie de grond net aanraakt. Een extra tool om het juiste uit te lokken, want je ziet nu de spelers met een kegel op het hoofd staan. Je wil daar ook een rechtbovenlichaam, dus doordat die kegel daarop staat, wordt dat dan weer uitgelokt. Hoef je niet steeds te gaan zeggen, oké, Witse, hou je bovenlichaam recht. Nee, zet de kegel erop, dan weet de speler, als ik mijn bovenlichaam niet recht hou, dan valt de kegel eraf. En dat wil hij niet. Voilà. Dus steeds als Kaat weggaat, dan mogen zij met hun lunch naar voren gaan. Voilà, dus 2 aandachtspunten die we hier meegeven. Recht bovenlichaam en voet ver naar voren zetten, waardoor de knie meekomt. Wat je nog gaat hebben binnen krachtcoördinatie, is werken rond core. Dus je hebt het daarnet gezien bij het deeltje rond snelheid. Nu, core is meer dan enkel en alleen pomphouding. Oké, wij zijn daar juist nu wel gestart vanuit pomphouding. Je kan ook werken rond plankhouding. Maar laat spelers vanuit pomphouding meer richtingsvariabiliteit ontdekken. Wat inhoudt, laat ze van daaruit kruipen. Laat ze bijvoorbeeld hier hun been onder hun steun doorbrengen. Ja, waardoor dat eigenlijk heel de core gaat gebruikt worden. Dat is niet enkel rechtlijnig oefenen, maar ook de schuine buikspieren. Bijvoorbeeld hier zie je bijvoorbeeld een speler die ik begeleid. Ja, een meisje van 10, vorig jaar ook bij de KDT-selectie. Wat merkte ik bij haar? Dat de core stability niet voldoende was. Dus
ga ik haar vooral op een balkje zetten, hier bijvoorbeeld, en laat ik haar met haar been uitstrekken naar een kegel. Ja. Dat was voor haar ook in het begin geen makkelijke opgave, omdat ze gewoon was om in één rechte lijn rond koor te werken. Maar door dan bijvoorbeeld een andere richting aan te gaan, ben je die speler weer aan het triggeren en nieuwe uitdaging aan het geven. Werk ook rond schouder, gordel en armen. Als je nu bijvoorbeeld rond armen gaat werken, werk met trekken en duwen. Bijvoorbeeld dat de ene speler de andere gaat wegduwen. Hetzelfde met trekken. Ja, ook weer werken met eigen lichaamsgewicht. Stel nu dat je rond de schoudergordel gaat werken, kan je heel veel doen binnen conditie. Nu, of dat nu bij krachtcoördinatie is, kan ook zo zijn bijvoorbeeld bij raket- en balvaardigheid of bij oriëntatie. Beschik je over een muur in je tennishal of in je conditieruimte, gebruik die dan ook. Laat een speler heel veel gooien. Ja, hoe handiger dan de speler gaat worden, des te makkelijker dat hij het gaat hebben op een training of op een wedstrijd. Ja, bijvoorbeeld werpen tegen een muur, balletje onder de benen door laten gaan en vangen. Ja, dus dat je daar ook weer rond kan gaan werken. Enkele coachingstips. Leer kost wat kost de correcte techniek aan. Ja, je wil niet dat je steeds rond krachtcoördinatie gaat werken en dat de speler een foute techniek heeft. Bijvoorbeeld hier zie je nu weer een extra tool. Ze hebben een stok achter hun nek, hun schouder, met daar twee potjes op. Stel nu dat zij een bovenlichaam scheef houden, wat gaat er gebeuren? De potjes die vallen daarvan af. Dus ook hier wordt er weer uitgelokt om dat bovenlichaam mooi recht te stabiliseren. Voilà. Ah, Max's potje is er al afgevallen. Ook een heel leuke tool voor die kinderen. Oké, ik mag hier iets doen met een stok. Ah, ik mag zorgen dat die potjes toch op de stok moeten blijven. Nu, wat Nick ook gebruik van maakt, is bijvoorbeeld het gebruiken van twee verschillende kleurballen. Een groene en een oranje. Bijvoorbeeld bij een groene ja, gaan ze een lunge moeten doen. Maar botst de andere bal, dan moeten ze een rotatie maken. Dat je weer vanuit een lunge ook weer rond core stability kan gaan werken. Bijvoorbeeld uitlokken door de context. Externe focus is hier in dit geval de stok met daar twee potjes rond. Gamification, als je werkt rond kracht, druk het uit in een game. Bijvoorbeeld hier, Nick maakt gebruik van twee balletjes. Daarnet de torenwachter, dat Kaat op het kussen moest gaan staan, zich moest gaan verplaatsen, voet over de witte lijn, en dat de spelers dan in een lunch verder mochten gaan. Dan maakt het voor hen ook veel leuker. Als je heel tijd aan de speler gaat vragen, oké, we gaan nu die lunch zo doen, reeksjes van 12, dan gaat die speler eigenlijk de fun-ervaring missen. Hier ben je heel tijd een lunch aan het trainen, maar zijn ze heel veel bezig met, oké, het is een game, mag die potjes niet laten vallen. En dat is wat je tenslotte wil bij een speler. Just two, daarmee bedoelen we twee aandachtspunten. Je kan moeilijk aan een speler gaan vragen, oké, hou je bovenlichaam recht, zorg dat je poep naar achter zit, zorg dat de tenen niet omhoog komen, hier op de grond, dat wordt voor een speler te veel. Dus vraag twee aandachtspunten die er bovenuit springen. Voor het waar we hier op gefocust hebben, en dat weten de spelers ook, recht bovenlichaam en zorgen dat je ver uitstapt, waardoor de knie de grond net tikt. Ja, dus twee aandachtspunten waar ze dan mee bezig moeten zijn. Een volgend deel dat we nu gaan behandelen is de conditiespeeltuin. Dus we gaan nu eigenlijk een parcours opstellen waar de spelers continu gaan bezig zijn. Heel handig is, zoals je kan zien, om de spelers vaak het parcours zelf klaar te laten zetten. Ja, dan zijn die spelers bezig, kunnen wij zien, oké, daar ligt dat al klaar, dan is het goed, dan hebben wij een duidelijk overzicht. En dan zijn de spelers ook weer continu bezig om het materiaal juist klaar te maken. Nu, wat is er belangrijk binnen de conditiespeeltuin? Ja, als je nu bijvoorbeeld in een parcours gaat werken rond uithouding, zorg voor een continue activiteit. Spelers mogen niet stilstaan, moeten voortdurend van één oefening naar de andere overgaan en zijn voortdurend bezig. Een tip die we meegeven als je nu werkt bijvoorbeeld in een interval, ja, zorg dat je qua intensiteit tussen 100% en 60% zit. Daarmee bedoelen we, één oefening is even heel veel geven, alles op alles. En aan de andere oefening is bijvoorbeeld eerder een rustmoment. Dat ga je straks ook zien bij het balkje. Spelers die gaan bijvoorbeeld heel snel een oefening moeten doen, maar gaan daarna bijvoorbeeld een rustigere oefening moeten doen waarbij ze moeten balanceren. Ja, dus dan heb je niet elke oefening aan hetzelfde percentage, maar heb je eigenlijk een mooie curve van de ene snel, de andere wat rustiger. Integreer gekende coördinatieve vaardigheden. Bijvoorbeeld je gaat zien, de lunge gaat terugkomen, de snelle voeten die gaan terugkomen. Dus spelers herkennen vaak drills die in een parcours gaan worden gebruikt.
Stel nu dat je een parcours opstelt, is het wel belangrijk als conditietrainer dat je ze niet zomaar laat doen, maar dat je wel steeds de kwaliteit gaat bewaken. Spelers zijn een oefening bezig, maar wij zijn dan ook bijvoorbeeld, zelfs ga je dat zien in een ladder, gebruik meer bol van je voet om snel af te duwen. Gebruik twee voeten om over het hekje te springen. Ga laag genoeg zitten om over het balkje te verplaatsen. Dus vraag ook kwaliteit aan de spelers. Vraag hen bepaalde aandachtspunten, dat ze weten wat ze ook aan het doen zijn. Ook hier integreer de 4F-methode. Moet fun zijn voor een speler. Moet leuk zijn. Fit. Ja, dus ze moeten echt het gevoel hebben van oké, ik ben hier de hele tijd aan het werken. Fijn, maar ook functioneel. Ja, dus dat ze bijvoorbeeld balans kunnen houden, wat dat ook belangrijk is op het tennisveld. Wat je zeker ook kan doen bij een parcours, je ziet het mij nu klaarzetten hier, een emmer. Nu, ik had het daar straks al gezegd, je kan bijvoorbeeld dekseltjes van een tube ballenkoker nemen, maar je kan ook heel eenvoudig pokerchips nemen. Ja, er bestaan heel veel fun tools die je kan gaan integreren in een conditietraining. Nu, waarom zet ik die extra fun tool klaar? Dan weet je ook hoeveel keer dan een speler dat parcours gaat afleggen. Ja, dus als die helemaal rond is, dan gaat hij een muntje mogen nemen en dan kan hij dat bijvoorbeeld in zijn broekzak steken of je legt de raketten klaar, dat ze het op hun raket kunnen leggen. Dan blijven de spelers ook getriggerd om dat parcours voortdurend te blijven doen. En wie weet, zelfs is een keertje sneller dan hetgeen daarvoor. Wat Nick nu heel goed aan het doen is, en dat is ook belangrijk als conditietrainer, dat je steeds elke oefening goed genoeg uitlegt. Dat je daar telkens zegt van hier ligt de nadruk op, hier zijn we dit aan het doen. Dat je niet ineens een speler hebt binnen je parcours, meester, ik weet niet meer wat ik hier moet doen. Dat kan gebeuren, maar zorg dat je bij je uitleg wel elke oefening goed uitlegt, dat het niet ineens stilvalt. Maar dat de continuïteit binnen je parcours wel voortdurend hoog genoeg zit. Max, deze bal ook nog. Die bal ook nog. Ja, er liggen er twee. Kom aan, Max, want ze zijn nu aan het inhalen, hè. Nu, qua coaching, wat we nu in deze sessie hebben willen meegeven aan jullie. Start vanuit klus of bord, dus kracht, lenigheid, uithouding, snelheid en reactie, balans, oriëntatie, raket- en balvaardigheid, dissociatie. Dus je hebt verschillende componenten die je kan aanbieden aan een speler. En combineer ze gerust ook maar met elkaar. Nu wil dat zeggen dat je alle componenten in één training met elkaar gaat moeten combineren? Nee. Ja, want dan gaat dat ook ten koste van de kwaliteit. Zorg dat je twee componenten met elkaar combineert, kunnen er ook drie zijn, maar hou het daar dan ook niet te veel op. Maak gebruik van de 4F-methode, ja, zorg dat het fun is, dat het fit, fijn en functioneel is. Ja. Bijvoorbeeld, hier zie je nu een hoepelbroek, ja, waar een Nanou bijvoorbeeld in staat. Ja, bijvoorbeeld, wat moesten ze daar doen? Met de hoepelbroek moesten ze weglopen en de andere spelers die hadden een balletje vast. Ja, maar zij moesten met de hoepelbroek telkens weglopen,
zonder dat er een balletje in de hoepelbroek kwam. Ja, ook weer een oefening die fun uitstraalt. Bijvoorbeeld hier een oefening op de KDT-training. Spelers moesten in pomphouding tegen een muur gaan staan, waardoor dat dan de andere spelers onderdoor moesten kruipen. Ook weer een fijne opdracht waarvoor dat samenwerking met het hele team nodig is. Voorzichtig, Max. Ah, zie. Bijvoorbeeld, het eerste parcours laat je ze gewoon verkennen. Bijvoorbeeld door telkens onder het goaltje te kruipen. Maar bij een tweede keer kan je het gerust moeilijker maken door er een balletje bij te integreren. Ja, dus ze moeten nu steeds met een bal een opdracht gaan uitvoeren. Ja, waardoor het voor sommigen al misschien wat moeilijker gaat worden. Dan ben je ze ook weer opnieuw aan het triggeren. Maak gebruik van drills, maar ook zeker gebruik van games. Drills, leer ze iets aan, maar druk het nadien uit in een game, zodat het voor hun fun blijft. Ga gevarieerd herhalen. Waarom? Om dan eigenlijk specifiek te gaan zorgen voor succeservaring. Ja, een speler die wil graag lukken in iets. En dat is tenslotte heel belangrijk, ook binnen een conditietraining. Ga horizontaal en verticaal differentiëren. Dus zorg dat je bijvoorbeeld van één oefening naar een andere oefening kan verder gaan. Maar ga binnen éénzelfde oefening ook op zoek naar een 1.2, een 1.3 en zo verder. Ja, dus dat je voldoende variaties kan voorzien. Wat zeker ook een tip is, en ik weet, Nick en ik, wij maken daar heel hard gebruik van, zijn beelden. Wij filmen onze oefeningen. Bijvoorbeeld, wat ik onlangs gedaan heb, is mijn beelden van vorig jaar nog eens herbekeken. Oké, je gaat nooit hetzelfde misschien terugdenken over een oefening van vorig jaar, maar het zet u wel opnieuw aan het denken. Bijvoorbeeld, ik heb daar toen gewerkt rond dat component, maar als ik dat nu opnieuw zou doen, zou ik misschien verder kunnen gaan met 3 variaties. Dus dat is wel een extra tip die ik u wil meegeven. Voilà, dus steeds van de ene oefening over naar de ander en binnen eenzelfde oefening voldoende variaties. Zorg voor een early win, oefening dat ze kunnen, waardoor dat je dan kan gaan verder bouwen op voldoende variaties. Just do. Gebruik 2 aandachtspunten. Maak het niet te moeilijk voor de speler. Ja, dat die speler weet wat er van hem verwacht wordt. Wees creatief. Experimenteer. Nick en ik hebben ook vroeger oefeningen gedaan. Puur als experiment van, zou die oefening lukken? Je weet nooit, als je een oefening bedenkt of klaarzet, gaat dat wel de juiste kwaliteit geven waar je op wil letten. Ja, dus wees creatief, experimenteer daarin. Het kan altijd zijn dat een oefening bijvoorbeeld niet voldoet aan uw eigen normen, maar dat zet u wel verder aan het denken om die oefening nog beter te maken. Ja, van good naar great. En dat is wat je tenslotte wil. De speler doet een oefening goed, maar je wil het nog beter, waardoor dat je dan eigenlijk wordt uitgedaagd om verder te gaan nadenken. Zoek inspiratie bij anderen. Heel belangrijk. Je bent niet alleen als conditietrainer, maar er zijn nog conditietrainers binnen Vlaanderen waarbij je dan eens uitleg kan gaan vragen van hoe heb je die oefening aangepakt en hoe ga jij daarmee om. Dus wissel ideeën uit. En dat zet u dan ook weer verder aan het denken. Iets leuk wat je als trainer zeker bij het einde hoort is, ze hebben een parcours gedaan. Ze hebben nog een rustmoment gedaan, maar ze komen bij mij. Dan weet je dat je goed op die uithouding hebt gewerkt. Ze zijn ermee bezig. Ze willen het eigenlijk nog eens doen. We moeten jammer genoeg stoppen. Maar je hebt gewerkt op wat je wilt. Ze hebben verschillende dingen gedaan. Een rustmomentje ertussen. Juist intensiteit. Ik wil de spelertjes graag nog bedanken voor jullie inzet. Vonden jullie het leuk? Ja? Oké, super. Altijd leuk om te horen. En bedankt voor het luisteren. En hopelijk hebben jullie wat inspiratie en tips meegekregen om er zelf mee aan de slag te gaan op jullie club.